Ook in Wijchen wordt natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij 80 jaar Market Garden. Het komende jaar zullen er veel activiteiten zijn rondom deze mijlpaal. Vanmiddag werd dit jaar afgetrapt met een herdenking bij het dorpshuis van Balgooi. Om ook de jongere generatie erbij te betrekken, waren leerlingen van de naastgelegen basisschool uitgenodigd en was er de mogelijkheid om in de militaire voertuigen van de Liberation Task Force plaats te nemen. Op het marktplein klonk het Wilhelmus. Nederlandse vlaggen werden tevoorschijn. Zo klonk de speech die de burgemeester van Wijchen vanmiddag gaf. Vandaag werd Market Garden herdacht in Balgooi, die ons 80 jaar geleden onze vrijheid teruggaf. Met deze herdenking maken we ons bewust dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nou, het is gewoon heel belangrijk om het verleden te kennen. Daar kun je van leren voor in het heden. De mensen die de oorlog echt hebben meegemaakt, nou, die sterven heel langzaam. Uit. En het is heel goed om jongeren toch te laten zien wat voor verschrikkingen oorlog met zich meebrengt. En niet alleen jongeren, ook ouderen is het heel belangrijk om te zien wat heeft dit allemaal met ons gedaan. Hier in Balgooi hebben we vanochtend een hele mooie herdenkingsbijeenkomst gehouden. Met veel inwoners uit Balgooi. We zijn met elkaar aan tafel gegaan. Een lunch was ook onderdeel van het programma. En daar hebben zowel oud-inwoners, ook nog echt mensen van 80 en 90 die de oorlog echt mee hebben gemaakt, hun verhalen gedeeld met jongeren, met andere inwoners. De kinderen hebben net zojuist de vlaggen meegehesen. En zij gaan ook, we hebben ze dus op die manier erbij betrokken. Ze gaan ook over een maandje rood-wit-blauwe bloembollen in de groenstrook naast de school planten, zodat volgend jaar 5 mei daar een hele mooie rood-wit-blauwe vlag bloeit. Deze week staat Market Garden in belang en zijn er meerdere activiteiten gepland om deze belangrijke historische gebeurtenis te herdenken. Tot 25 september zijn er evenementen te vinden in en rondom de omgeving. Nou ja, morgen in het onderwijs en verder in de hele regio is van alles te doen, want het is niet alleen in Wijchen, het is niet alleen van de gemeente Wijchen, maar het is echt van de hele regio waar Market Garden heeft plaatsgevonden. Zo lopen we mee met Sunset March en is er natuurlijk ook weer Market Garden herdenking bij de oversteek in Nijmegen. En zo is er een heel programma. Wat gaan jullie nog doen vandaag? Ja, straks ga ik naar opa en dan ga ik denk nog wel even hier de voertuigen goed bekijken. Nou, het dorp is trots dat we dat hier nu doen. En het is ook mooi de kracht van samenwerken, juist in zo'n dorp, om zoiets met elkaar tot stand te brengen.